In de vooravond opende burgemeester mevrouw Verbist van de Wijngaarden in de zaal De Nieuwe Zwaan, een tentoonstelling over 40 jaar christendemocratie in ons land en in Heist. Ze was enthousiast over de vele onderwerpen die op de panelen getoond werden. Daar waren nationale gebeurtenissen bij, zoals de stichting van de Christelijke Volkspartij, het stemrecht voor de vrouw en de koningskwestie. Maar de meeste belangstelling ging toch naar de gegevens over wat in Heist gebeurde sinds de Christendemocraten in 1958 het bewind weer overnamen. Na een eerste contactvergadering werd de Heistse CVP-afdeling gesticht op de 4e januari 1946. Veearts Karel Mortelmans werd er de eerste voorzitter van. Gemeentesecretaris Albert de Raad was geruime tijd dienstdoende voorzitter voordat dokter Louis van der Gaar in 1953 het roer overnam. Niet voor lang helaas. Want reeds bij het einde van datzelfde jaar, en dan tot 1957, werd dokter Albert Kattersel aan het roer gezet. In 1958 volgde Jules Verschoren en in 1961 Alphonse Verbist en in 1971 Eugène Spiesens en in 1986 Jos Koekelbergs, die thans nog in functie is. De academische zitting werd ingeleid door Bert Slaats, waarna voorzitter Koekelbergs het woord nam. Hij drong aan om in de huidige politieke omstandigheden dit lustrum in het teken van de samenhorigheid te plaatsen. Als herinnering aan de stichtende voorzitter liet hij de weduwe, mevrouw Mortelmans, in de bloemetjes zetten. Partijideoloog Luc Martens had aandacht voor de economische crisis die voor de volgende generatie verstrekkende gevolgen zal hebben. Na hem kwam Ludo Mortelmans aan het woord. Deze wees op de belangrijke sociale rol van Heist, waar de eerste afdelingen van het Davidsfonds, van de Boerenbond en van het Boerenfront ontstonden. Hij huldigde tot slot de twee nog levende medestichters, Jeff Welters en Albert Goris, die daarbij met bloemen bedacht werden. Mevrouw Mortelman schonk aan beiden een herinnering, evenals aan andere partijleden. Volksvertegenwoordiger Guido Verhagen noemde Heist een dynamische centrumgemeente op het vlak van tewerkstelling en cultuur. Hij overliep ook de actuele politieke toestand en wees erop dat we in de overgangsfase verkeren naar een nieuwe periode. MUZIEK.
Deze eerste avond van de viering werd dan besloten met een receptie voor alle aanwezigen. Te 5:00 in de namiddag was er een eucharistieviering in de Sint-Lambertuskerk ter herdenking van de overleden mandatarissen, voorzitters en bestuursleden van de CVP sectie Heist. Was de viering op de vrijdagavond bedoeld geweest voor Groot Heist en voor de prominenten van de partij op arrondissementeel en op lokaal vlak? De zaterdag was voorbehouden voor de leden van de sectie Heist, zonder de gefusioneerde deelgemeente. Half zeven schoven een paar honderd CVP-leden van Heist de benen onder tafel voor een feestmaaltijd in zaal De Zwaan. Al kon het hier moeilijk anders, toch bleek ook nu dat een Belgisch volksgezegde veel waarheid bevat. De koek werd weer eens verdeeld door de politiekers. Er was echter één verschil met de gewone praktijk. Deze keer kreeg iedereen zijn part.
Paul Trappers, de gewezen televisiejournalist, nam een interview af van enkele verdienstelijke leden over de lokale geschiedenis van de Christelijke Volkspartij. Dat burgemeester mevrouw Verbist daarbij het laatste woord had, zal niemand verwonderen. De slottoespraak werd gehouden door eresenator en ereburgemeester Alfons Verbist, die trouwens de grote organisator was van deze viering. Hij was van oordeel dat het enthousiasme van de jeugd één van de vier elementen is die moeten aanwezig zijn voor het bereiken van succes. Naar zijn mening zal de jeugd doorslaggevend zijn bij de verkiezingen in 1988.